Het wetenschappelijk bureau van DA91 heeft gisteravond een paneldiscussie georganiseerd met als titel Corruptiebestrijding, het terughalen van het gestolen bezit. De inleiders zijn vanuit hun discipline ingegaan op dit thema. Procureur-generaal Roy Bainat Pandey, die de verrassing van de avond was, hield ook een inleiding. Hij gaf aan dat in de herziene versie van 2015 van het Wetboek van Strafrecht een aantal bepalingen is opgenomen om overheidsambtenaren aan te pakken die zich middels corruptieve handelingen hebben verrijkt. De PG gaf aan dat het nuttig is dat Suriname partij wordt bij het VN-verdrag ter bestrijding van corruptie. Er moet niet vanuit gegaan worden dat Suriname al partij is bij het OAS-verdrag en dus het VN-verdrag niet hoeft te ratificeren. Hij vertelt waarom. Er is in onze nationale wetgeving en met name in ons wetboek van strafvordering een bepaling dat zegt dat bij afwezigheid van een bilateraal verdrag een multilateraal verdrag de basis kan zijn om rechtshulp aan te vragen of om rechtshulp te verlenen. Dat wil dus zeggen dat wanneer je als land lid wordt bij dit verdrag, je niet hoeft uit te kijken naar een bilateraal verdrag om een verzoek om rechtshulp in te dienen aan een ander land waarvan je denkt dat er in dat land of in dat gebiedsdeel voldoende informatie aanwezig is voor jouw onderzoek of omgekeerd. Dat het andere land de mening is toegedaan dat er in Suriname voldoende informatie aanwezig is wat uit hoofde van rechtshulpverlening kan worden verstrekt of kan worden verkregen. Ik verklaar dus waarom het noodzakelijk is om wel tot ratificatie van het VN-verdrag over te gaan. Pandey gaf verder aan dat de fiscale wetgeving aan herziening toe is. Deze wetgeving kan geplaatst worden tegen de achtergrond van het bespreken van interventiemogelijkheden om achter het illegaal verkregen vermogen aan te gaan. De PG concludeerde dat er voldoende wetgeving is om het Openbaar Ministerie in staat te stellen onderzoek te kunnen doen. Er zijn volgens Pandey echter nog wat knelpunten. En ik verklaar geen geheim wanneer ik zeg dat alles wat gememoreerd wordt, waar zoveel publiciteit aan gegeven wordt, als je uiteindelijk nagaat waar je de documentatie voor vindt, is het zoeken van een speld, niet in een hooiberg, die hebben we in Suriname niet, maar is het zoeken in een berg wit zand, fijn zand. Het is moeilijk zoeken. En daar is precies heel veel verbetering bij te brengen. Want als we het hebben over corruptie binnen die overheid, als we het hebben over corruptie in de private sector, dan is het van eminent belang dat er een gedegen documentatie wordt opgezet in het kader van financiële besteding van middelen. De handicap die het OM in de loop van de jaren heeft gehad, is dat er weinig of niet wordt gedocumenteerd. En een strafproces werkt niet met aannames, verduidelijkte de procureur-generaal. Hij was gisteren een van de inleiders op de discussieavond georganiseerd door de politieke partij DA91. Met deze avond wil de partij de gemeenschap stof tot nadenken geven. De paneldiscussie is gehouden in het auditorium van Self-Reliance.